De enorme toeneming van het aantal huisdieren in ons land heeft de vraag naar diergeneeskundige hulp sterk gestimuleerd. Familie van Hoorn, kamer 4. We zijn in de faculteit der diergeneeskunde in Utrecht, waar studenten worden opgeleid tot dierenarts. Als intensieve behandeling en bewaking nodig zijn, worden ernstig zieke dieren vaak in de kliniek opgenomen, wat de studenten de mogelijkheid biedt ziekteverloop en genezing geheel te volgen. Soms moet operatief worden ingegrepen en dat gebeurt onder omstandigheden die volledig vergelijkbaar zijn met de operaties bij de mens. Ook wat de anesthesie betreft. Ziektebeelden bij de grote landbouwhuisdieren kunnen gedemonstreerd en besproken worden in een collegezaal, waarbij van videoapparatuur gebruik wordt gemaakt om alle studenten te kunnen bereiken. Een dierenarts komt als hij is afgestudeerd voor tal van moeilijke gevallen te staan. Zoals bijvoorbeeld een verlossing bij een stuitligging van een kalf. Studenten moeten daarom een aantal van deze verlossingen bijwonen, opdat zij later de vereiste hulp kunnen bieden. Om vertrouwd te raken met de echte praktijksituatie worden in de omgeving van Utrecht bedrijven bezocht, waarbij de laatstejaarsstudenten onder leiding van docenten zelfstandig onderzoek verrichten. Dierenartsen waken over de duizenden dieren in pluimvee- en varkensbedrijven. En ook die toekomstige zorg is in de opleiding begrepen. En verder zijn dierenartsen nauw betrokken bij de zorg voor ons dagelijks voedsel. Studenten doorlopen in hun laatste studiejaar een stageperiode in een slachthuis, waarbij hun geleerd wordt waarop ze moeten letten om de deugdelijkheid van vlees te kunnen beoordelen. Eierlimvlier. De aanstaande dierenarts wordt tijdens zijn opleiding ook geconfronteerd met het paard, dat uit de landbouw grotendeels is verdwenen, maar in recreatie en sport een steeds grotere plaats inneemt. In Utrecht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met behulp van een tredmolen. De werking van hart en longen, die bij een draverij niet kan worden nagegaan, kan via deze unieke home trainer precies worden gemeten, zowel in stap als in draf. Op deze wijze kan de arbeidscapaciteit van het paard nauwkeurig worden vastgesteld. Dierenarts is een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan taken. In Nederland is de faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht de enige instelling die opleidt voor dit veelzijdige beroep. Maar zij heeft slechts een beperkte opleidingscapaciteit.